كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وخان تين بخينا دور خان مات دي بيوغرافي فان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دمان دي als je hem kent dan kan je maar twee dingen doen. Je wordt moslim als je gewoon niet barbastig bent, of je gaat hem respecteren. Het onderwerp van vandaag, of waarmee we vandaag beginnen, heeft te maken met wat wordt genoemd beschermen door anderen. Dat bijvoorbeeld een bepaalde iemand met macht, die beschermt een ander die die macht niet heeft. Nou, dat is tegenwoordig ook zo. Je hebt bijvoorbeeld tegenwoordig landen die met elkaar bevriend zijn. En een machtig land, nou, die neemt een niet machtig land in bescherming. En als er bijvoorbeeld een ander land iets of vijandigheden wil ondernemen tegen zo'n niet machtig land, dan krijgen ze te maken met die andere grote broer die net zo groot is of nog groter. En dan wordt het anders. Daar beginnen we mee. Het gaat om Abu Bakr, radiyallahu ta'ala an. Zoals jullie weten, de eerste moslim onder de mannen van deze umma. Niet van alle mensen. Want de eerste moslim onder de mensen, dat is Adam natuurlijk enzovoort. Maar in ieder geval van deze umma, van deze gemeenschap, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an, de eerste moslim onder de mannen. En we weten dat de eerste moslim onder de jongen, dat was Ali radiyallahu ta'ala an. En de eerste moslima, dat was Khadija radiyallahu ta'ala anha. Abu Bakr Siddiq en Uthman ibn Mad'un radiyallahu ta'ala anhuma, die hadden ook zo'n bescherming van een aantal vooraanstaande afgodendienaars, die hebben ze uiteindelijk beëindigd en geweigerd, zoals we zullen zien. Eerst Al-Athar, dus overlevering. Jullie weten wat Al-Athar is. Al-Athar, als Al-Athar, als er wordt gezegd, er is overgeleverd in Al-Athar, dan wordt daarmee bedoeld uitspraak van Sahabi op de eerste plaats. En daarna. Maar wordt ook wel daarmee bedoeld de uitspraak van een rasool. Sallallahu alayhi wa sallam. Maar dan moet je specifiek zeggen. Ja'a fil athar aan rasoolillah. Sallallahu alayhi wa sallam. Moet je dat gewoon specifiek erbij zeggen. Hier gaat het om overlevering van Aisha. Radiyallahu anha. Ze zei. Zij, als het ware haar ouders, niets anders heeft gekend als moslims. Aisha radiyallahu ta'ala anha zegt, ik heb mijn ouders niets anders gekend dan als moslims. En daar ging geen dag voorbij, of een rasool, sallallahu alayhi wa sallam, kwam bij ons. In de ochtend en in de avond. En toen de moslims op de proef werden gesteld, zoals we weten, er gingen steeds meer moslims een rasool, sallallahu alaihi wasallam, volgen en gehoor geven aan zijn boodschap. En de afgodendienaars die vonden het maar niet leuk, want het vormt voor hen een dreigement. Als er steeds meer moslims, mensen moslim zouden worden, dan zouden ze hun macht gaan verliezen. En dat vonden ze niet leuk. En ze gingen dus de moslims achtervolgen. En keihard strijden, onderdrukken, martelen enzovoorts. Waardoor de moslims op een gegeven moment gedwongen werden om te emigreren. Te vluchten. Van Mekka te vluchten. Vanwege natuurlijk de achtervolging en die onderdrukking en de
steeds maar toenemende martelingen. En ze gingen naar Al-Habasha. Al-Habasha, dat is tegenwoordig, ja, Ethiopië wordt tegenwoordig genoemd. In Abyssinie wordt dat genoemd, ook in de geschiedenis. Het was in die tijd een van de grote landen, een grootmacht. En daar heerste een koning die christen was. Rasool sallallahu alaihi wasallam had zijn vrienden opdracht gegeven om daar naartoe te gaan. En heeft ook duidelijk gemaakt waarom. Want hij heeft gezegd, daar heerst een koning, daar regeert een koning, die niemand onrecht aandoet. Die rechtvaardig is. En Abu Bakr was ook een van hen, een van de Sahaba, die ook emigreerde, radiyallahu ta'ala anhum. Toen dat nieuws bekend werd en hij ging weg, Abu Bakr, hij ontmoette onderweg, ontmoet hij Ibn Dughna, letterlijk de zoon van Dughna. En hij was een leider, dus een heerser van Al-Qara, van een stam. In die tijd, het waren stammen allemaal. Het waren gewoon stammen. En het waren een soort staten. Die stammen waren gewoon een soort staten. Ze vormden ieder staat of ieder stam had een eigen leider, een eigen koning als het ware. Toen vroeg hij, dus Ibn Dughna vroeg aan Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Hij zei, waar ga je heen? Toen zei Abu Bakr, hij zei, mijn volk hebben mij verdreven. En ik wil gewoon trekken op aarde. Zodat ik mijn Heer, dus Allah ta'ala, kan aanbidden zonder druk, zonder marteling enzovoort. Ibn Dughna zei tegen hem, mensen zoals u, want het was Abu Bakr was natuurlijk een van de, ja, ook vooraanstaande, was een rijke handelaar, iemand met aanzien. Toen zei hij, mensen zoals u, o Abu Bakr, die gaan niet weg en ze worden ook niet weggejaagd. Mensen zoals u, die worden niet weggejaagd. Ze gaan niet zelf weg, maar ze worden ook niet weggejaagd. Waarom? Hij noemde een aantal belangrijke eigenschappen die Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, had. Waarop Ibn Dughna gebaseerd heeft dat mensen zoals Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, niet wegvluchten en ook niet gedreven of uitgedreven worden. Innaka taksibul ma'doom. Een van die eigenschappen, let op beste broeders, let op, hè. Dat is een getuigenis van een afgodendienaar. Getuigd voor Abu Bakr. Deze eigenschappen had Abu Bakr voor de islam. En in de islam werden ze alleen maar sterker bij hem. Zoals het hadith, van Nabi sallam. Hij zei, khiyarukum fil jahiliya, khiyarukum fil islami idha faqihu. Degene die in de jahiliya, voor de islam, onder jullie, het beste waren, dat wil zeggen, mensen met, rahmatullah, mensen met al-muru'a. Met makarim al-akhlaq. Weet jullie wat al-muru'a is? Mensen met fatsoen. Mensen die hoog karaktereigenschappen hebben. Tegenwoordig, een muru'a is ver te zoeken. Is er wel, blijft ook altijd. Dus diegene die gezegd heeft dat er geen muru'a is, ja, dan zijn we het niet mee eens. Want er zijn er wel, sommigen, die waren zo wanhopig, als het gaat om muru'a, dat ze gewoon gezegd hebben, in een dichtvers, ja, er is geen muru'a. Hij zegt zoiets als van, ja, ik liep een muru'a voorbij en ze was aan het huilen.
En ik vroeg aan haar, waarom huilt het meisje? Moroa, weet je wel, untha. Het woord is untha, vrouwelijk. Waarom huilt het meisje? Ze zegt, waarom zou ik niet huilen? Want mensen die moroa hebben, ja, die zijn er niet meer. Dus zij huilt als het ware om hen. Maar we zijn het natuurlijk niet met deze iemand eens. We zijn wel met hem eens dat een moroa tegenwoordig echt ja, zeldzaam is. Dat is wel een feit. En zoals de wijzen hebben gezegd, al-aql in het Arabisch, al-aql ya'muru bil-anfa' wal-muru'atu ta'muru bil-arfa'. Al-aql, iemand die verstand heeft, ya'mur, hij spoort aan tot al-anfa'. Al-anfa' betekent datgene wat meest nuttig is. Dus als een mens die verstand heeft tussen twee dingen kiest, mag kiezen tussen iets wat baat en iets wat meer baat, waar kiest hij voor? Meer baat. En iets wat schaadt en iets wat baat, waar kiest hij voor? Iets wat baat. Dus al-aql ya'muru bil-anfa', maar al-muru'a ta'muru bil-arfa'. Dat is dus een verschil. Muru'a spoort aan tot het allerhoogste wat er is. En de eigenschappen die hier worden genoemd, zoals jullie en ik zullen zien, behoren tot al-muru'a. Innaka taksibu al-ma'dud. Dat betekent, u geeft. En degene die niets heeft. Dus u staat de zwakkere erbij. U geeft aan de zwakkere, aan de arme. Wa tasilu ar-rahim. Wat betekent watasilur rahim? Onderhoud de familiebanden. Dus je verbreekt niet de familiebanden. Zeer belangrijk. Watahmilul kella. Watahmilul kel. Betekent, el kel is degene die niet voor zichzelf kan zorgen. En u zorgt voor degene die zorg nodig heeft. Die niet voor zichzelf kan zorgen. Watahmilul kel. Watukrid dhaif. En u bent gast, of zeer gastvrij, voor een bezoeker, voor een gast. Gastvrijheid. Zeer belangrijk eigenschap. Wa tu'inu ala nawa'ib al-haq. Als er een onheil plaats heeft gevonden, het kan zijn een aardbeving, overstromingen, brand, wat dan ook, dan helpt u. وتعين على نوائب الحق فأنا لك جار أي سيد دارم ذلك أي بشخر من بيده دارم ذلك أي بشخر من بيده ارجع واعبد ربك ببلدك أي سيد خاطرك أن بيد أي هير إن أي لاند تفرزيق إن مكة أن أبو بكر قام الأوتران ابن دونة قام متهمي. Hij kwam met hem mee. En Ibn Dughna zei toen tegen de vooraanstaande van Quraysh. Hij zei, inna Abu Bakr la yakhruju mithlah wa la yukhraj. Hij zei, waarlijk Abu Bakr, zoals mensen, zoals Abu Bakr, die vluchten niet weg en ze worden ook niet het land uitgezet. Toen zei hij, verdrijf jullie een man die iemand die niets heeft geeft, die familiebanden onderhoudt, die degene die zorg heeft verzorgt, en die gastvrij is voor een gast en die helpt als er sprake is van ramp. Verdrijf jullie zo iemand? Dat kan natuurlijk niet. En Quraysh aanvaarde dat van hem, maar ze zeiden wel, en natuurlijk, dat was een man met aanzien, een leider van een stam, en die waren bang voor elkaar natuurlijk, want anders, ja, een stam tegen een stam, dan krijg je oorlog, en dan gaan mensen dood, bloed vergeten, zo verstandig waren ze ook wel,
dat ze natuurlijk eigenlijk alleen oorlog voerden als het echt nodig was. En ze zeiden wel tegen hem, vraag hem, ja, dus Abu Bakr, hij mag zijn heer aanbidden, maar in zijn huis. Dus niet daarbuiten. In zijn huis mag hij bidden. Mag hij voordragen, dus reciteren wat hij wil. Hij mag ons niet lastigvallen. En hij mag dat ook niet openbaren. Want, zeiden ze, ha, want, fa inna nakhsha en yaftina nisa'ana wa abna'ana. Want we zijn bang, ja, dat door hem, onze vrouwen en kinderen, ja, dat noemen ze fitne, maar ze bedoelen daarmee natuurlijk dat hij invloed op hen zou hebben, dat ze dan moslim zouden worden. Dat zagen ze als een fitne, zoals tegenwoordig ook. Natuurlijk, velen, onwetende, dat ook zien als een fitne. En dat heeft gewoon te maken met voornamelijk onwetendheid. En voornamelijk onwetendheid. Uiteraard zijn er wel bij die wel degelijk de waarheid kennen, maar die geen waarheid aanvaarden en geen afstand willen doen van de valsheid, vanwege bepaalde belangen die ze hebben. Maar gelos, de meeste mensen zijn gewoon onwetend. Ze weten het gewoon niet. En ze krijgen het beeld voor, uiteraard tegenwoordig, zoals jullie weten, vooral de laatste jaren, in en al, hè. De islam is een groot monster voor hen geworden. Een monster. Nou, en dat monster, als die niet tegen wordt gehouden, ze zal jullie allemaal opvreten. Zo wordt ongeveer de islam voorgesteld. Het is niet iets nieuws, maar het is wel overdreven de laatste jaren. Zeer overdreven. En jammer genoeg dat de journalistiek ook meedoet. Dan zullen jullie wel zeggen, wat zegt hij nou? Nou ja, dat zeg ik niet. Dat zeggen journalisten zelf. He, nou ja, jullie kennen het verhaal van Snowden. Maar ook een Duitse journalist die pas geleden gewoon zijn verhaal, ja, hij kon niet meer voor zich houden. Hij klapte uit en hij zei gewoon, wij liegen gewoon. Wij houden de mensen voor de gek. Wij schrijven gewoon wat de geheimdiensten eigenlijk ons dicteren. Dat is wat we gewoon schrijven. En we liggen gewoon. En iedereen kan het volgen. Dus je moet niet denken van, hey, Abu Abdullah zegt wat. Staat gewoon op YouTube. Misschien geheim of zo. Staat gewoon op YouTube. Iedereen kan het gewoon horen. Deze man, 54 jaar oud. 3 hartaanvallen al gehad. Zegt, kan me niet schelen. Wat er met mij ook gebeurt. Ik heb geen vrouw, geen kinderen. Ik weet, de mensen moeten gewoon deze waarheid kennen en weten. Dus dat wat je hier ziet, wat we nu meemaken tegenwoordig, is niet nieuw. Dat is niet nieuw of zo. Ook schelden van Rasulullah. Spot drijven met hem. Dat is niet iets nieuws, broeders en zusters. Niet nieuw. Dat was er al. En dat zal altijd zo blijven. Dat was toen in het begin. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hij werd uitgescholden. Bespot. En ze noemden hem een tovenaar. Een kahin. Een waarzegger. Een dichter. Een leugenaar. Een ander. Een ander zou hem onderwijzen. En een ander, wie zou dat zijn? Ja, dat was een niet-Arabier. En hij zou hem onderwijzen in zulk prachtig Arabisch. Hè? Zou hij. En die ander die hem zou onderwijzen, dat was een christen bekend, maar het was niet een Arabier. Maar dat is toch, hè? Dat is toch onvoorstelbaar. Ja, de Arabische taal die geen mens kan produceren en geen djinn. Hoe kan dan een niet-Arabier zo'n taal produceren? Duidelijk, maar toch. Dus het is niet nieuw wat er nou gebeurt. Hè? Die spotprenten, dat soort zaken. Alleen wat jammer is dat de moslims daar niet weten mee om te gaan. Dat is jammer. Want wat krijg je? Nou, dan krijg je dus dat soort aanslagen. Nogmaals, we gaan uit van wat we weten van de media. Want we weten niet precies wat daar is gebeurd. Maar stel nou dat die moslims dat gedaan hebben. Want
Ja? Nou, het heeft niets met de islam te maken. Het is ook geen antwoord op het spot of wat dan ook. Nee. Hoe heeft de Rasool sallallahu alayhi wa sallam dat soort zaken behandeld? Ja, zoals Allah ta'ala hem ooit opgedragen. Khudil afwa. Wa amur bil urf. Wa a'rid anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun. Fasta'id billah. Innahu sami'un alim. Khudil afwa. Wa amur bil urf. Wa a'rid anil jahilin. Dat vers, beste mensen, is een grondbeginsel als het gaat om al-muru'a. Als het gaat om al-akhlaq. Als het gaat om fatsoen. En als het gaat om hoog karakter-eigenschappen. Goed in af. Want als je met mensen te maken hebt, dan heb je maar te maken met twee soorten mensen. Muhsin en Musi. Al-muhsin, dat is iemand die ja, goed fatsoen heeft, zich goed gedraagt, die goedheid aanhangt enzovoort. Nou, hoe gaan we daarmee om? Goed in af. Dat wil zeggen, al-afu betekent eigenlijk datgene wat over is. Datgene wat hij kan geven, wat over is voor hem aan het akhlaq en geld enzovoort. Nou, neem dat van hem aan. Vraag niet meer dan dat. Want zijn liefde voor het gaye, voor het goede en zijn goedheid zijn voldoende voor ons. Vraag niet meer dan dat. En als we te maken hebben met iemand die slecht is, een dwaas, dan moeten we, zo iemand, moeten we wel gebieden. Want, waarom? Omdat we rechten en plichten hebben. Er is een haq, en die moet gewoon blijven. Er zijn regels in de samenleving. En iedereen moet die regels naleven, want zonder de regels, na te leven, kan geen samenleving, geen sprake zijn van samenleving. Er zijn plichten en rechten. Mijn plichten zijn uw rechten. En mijn rechten zijn uw plichten. En dat moeten we goed beseffen. Maar stel dat zo iemand dat niet wil aanvaarden. En hij blijft maar, ja, hij blijft maar dwaas doen. En hij blijft maar met valsheid debatteren. Hij gebruikt ook nog zijn macht die hij heeft om je te onderdrukken. Maar wat moeten we dan met zo iemand doen? Nou, dan gaan we over tot wat Allah ta'ala ons heeft aangespoord. وَأَعْرِدْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَأَعْرِدْ عَنِ الْجَاهِلِينَ En wendt u zich af van de ja, onwetende, van de dwazen. Ja, want kijk, een edel mens, als je goed voor hem bent, je wint hem. Zo is dat eenmaal. Een goed mens, een edel mens, als je goed, een nobel mens, als je goed voor hem bent, je wint hem. Maar een dwaas, een slechte mens, als je goed voor hem bent, hij krijgt vleugels. Hij denkt, ja, hij is bang voor mij. Zo is dat. In Arabisch, daarvoor hebben we in Arabisch een heel mooi spreekwoord. Zeggen, Al-Karim, idha akramtahu, kasabta. Wal-la'im, idha akramtahu, tamarrada. En omdat het zo zou zijn, beste mensen, dat we mensen zijn, en het kan zijn dat wanneer je zo'n dwaas, dat je goed voor hem bent, en hij, nou, zijn dwaasheid neemt alleen maar toe, en hij wordt nog erger, en het kan zijn dat je dan in je benen, want je bent een mens, dat je gevoel van woede en kwaadheid, dat het dan aangewakkerd wordt. En dat je daar op een gegeven moment, nou ja, toch, zo iemand een lesje wil leren en dan zeg je van, ja goed, hij is toch ook een mens en hij behandelt mij slecht, ik ga hem ook slecht behandelen. Dus het slechte met slecht beantwoorden. Nee, zegt Allah ta'ala, op zo'n moment, als dat gebeurt, als zo'n gevoel gaat spelen, dat is ook een moment voor de duivel om je, om je te pakken. Om je te pakken. Daarom zegt Allah ta'ala, wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَ En nazg, oorspronkelijk betekenis van nazg is al-fasad. Ja, wat betekent eigenlijk, ja, al-fasad, letterlijk verderf of slecht.
elkaar tegen elkaar opzetten. Dat betekent dat gewoon nezg. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ. Als je dat voelt, فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ. Dus zeg, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. En het is ook voorgekomen, dat een sahabi, dat was zo woedend, zo boos. En toen zei Rasool, ik weet iets, als hij dat zegt, dan gaat datgene wat hij heeft, die woede, gaat van hem weg. En wat was dat ook alweer? Als hij zegt, a'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. Want dat echt, dat vuur, wat op een gegeven moment gaat borrelen, dat is gewoon van de duivel. Hij zet je op. Ja, wat is dat toch? Het is toch gewoon een man, hè, zoals jou. Hè? En jij hebt taekwondo gedaan. Ja, je kan hem gewoon pas een paar stoten geven, hij ligt klaar, hij ligt daar op de grond. Maar dat is niet de juiste weg, beste mensen. Nee. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنْ بَيَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Nou, dat zie je hier ook. Subhanallah. Het is niet nieuw. Het is niet... Wat je ook ziet tegenwoordig. Nou, deze mensen die schrijven, ik ben Charlie. Hè? Of hij draagt, ik ben Charlie. En wat doen sommige moslims? Ik ben Mohammed. Ja, je bent geen Mohammed, achi. Doe dat niet. Dat ben je niet. Mohammed is Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ook al is je naam Mohammed. Maar je bent nog geen Mohammed. Duidelijk. En eentje schrijft. Ik hou van Mohammed. Ja, je houdt wel van Mohammed. Maar je volgt niet zijn sunnah. Je volgt niet zijn aqidah. Je gelooft niet zijn aqidah. Je gelooft niet zijn sunnah. Hoe kan je dan beweren dat je van Mohammed houdt? En dat soort, zeg maar, reacties. Hè? Dat soort reacties vermindert dat spotten of leidt tot nog meer spotten. Tot nog meer spotten. Zo is dat. Dus wat heeft dat voor zin? Om nou zo te gaan reageren. In plaats van sabr hebben. Geduld. Geduld. Zoals er Rasool zelf had in Mekka en zijn vrienden had opgedragen. Heb geduld. Vergaar kennis, juiste kennis. Zet het om in daden. En vraag Allah aan hem te helpen. We weten dat vele van diegenen die spotdreven met de Rasool sallallahu alaihi wasallam later moslim zijn geworden. En het waren goede moslims. Zo moeten we, beste broeders, met de zaak omgaan. Dus het verhaal maakt eigenlijk duidelijk. Het is niet, wat we meemaken is niet nieuw. Het was er altijd en het zal ook altijd blijven. En Ibn Dughna zei dat tegen Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala en Abu Bakr bleef radiyallahu ta'ala anhu. Deze eigenschappen die hier genoemd zijn, waar hebben we die ook alweer gezien? Wie kan iets daarvan herinneren? Bij het profeet sallallahu alaihi wasallam. En in welk context? En nee. Van zijn vrouw. Khadija. Precies. Toen hij zich afzonderde naar Hira. De eerste keer dat Jibril alayhissalam bij hem kwam. En toen ja, gebeurde natuurlijk wat met hem was gebeurd. En hij kwam op een gegeven moment terug. Een beetje, ja, wat is er met mij gebeurd? En hij vertelde het verhaal tegen Khadija radiyallahu ta'ala anha. En toen zei zij, kalla, dat wil zeggen wel niet. Wallahi la yukhzika Allahu abada. Allahu ta'ala zal u nooit vernederen. Want, toen zei ze, innaka taksibu al-ma'doom, wa tasilu al-rahim, wa tahmilu al-kal, wa tuqri al-dif, wa tu'inu ala nawaibi al-haq. En Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anha, hij was ook bevriend met al-Rasool sallallahu alayhi wa sallam, voordat hij moslim werd. En voordat een Rasool sallam werd geopenbaard. En Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, hij bleef zijn heer aanbidden in zijn huis. En hij maakte het niet openbaar. Dus niet zijn gebed en zo. En hij reciteerde ook alleen maar in zijn huis.
Daarna dacht hij, ja, ik ga toch een moskee bouwen. Maar wel gewoon bij hem thuis. Jullie weten, de huizen vooral in die tijd, dat heb je tegenwoordig ook, veel huizen en vooral plattelanden, hebben ze gewoon een open ruimte zo. Ik dacht, ik ga heel een moskee bouwen. Ja, maar niet, het is toch mijn eigen huis. En hij ging daar bidden, de Koran reciteren. En ja hoor, vooral vrouwen van die afgelegen kinderen, ja, die kwamen naar hem. En ze vonden het leuk wat hij deed. En ze keken naar hem. En Abu Bakr, zoals jullie weten, was een man, als hij Koran reciteerde, dan hij kon zich niet inhouden. Radiyallahu anhu. Hij ging huilen. En dat vonden de afgodendienaars niet goed. En ze stuurden naar Ibn Dughne, de man die hem bescherming had gegeven. En hij kwam en toen zei ze tegen hem, luister. Zei, ja, wij hebben uw bescherming voor Abu Bakr aanvaard. Maar op voorwaarde dat hij zijn heer alleen aanbidt in zijn huis. Zeiden, hij schreed de grens over. En hij bouwde een moskee. Maar het was natuurlijk in zijn huis. Hij bouwde een moskee in zijn eigen huis. Maar dat was voor hem ook niet goed. En hij openbaarde zijn gebed. En hij reciteert hardop. En we zijn bang dat onze vrouwen en onze kinderen door hem gewoon beïnvloed zullen worden. Als hij zich wil beperken tot het aanbidden van zijn heer in zijn huis, prima. En anders, als hij niet wil, dan moet je gewoon hem vragen zodat hij uw bescherming en u teruggeeft. Zo ging het in deze tijd ook. Dat betekent het verbond, het bescherming is geëindigd. Je geniet geen bescherming meer van mij. Want, zeiden ze, wij willen, ja, ze wilden hem aanpakken. Maar ze wilden natuurlijk niet Ibn Dughne tegen het harnas. Ja, ze willen niet tegen hem gaan vechten. Maar ze zeiden wel, wij zullen Abu Bakr niet aanvaarden zoals hij nu bezig is. Dat wil zeggen, hij moet stoppen met het aanbidden van Allah Ta'ala in die moskee die hij bij zijn huis gebouwd heeft. En reciteren van de Koran. Hij moet zich beperken tot zijn huis. En Aisha radiyallahu ta'ala anha zei, en toen kwam Abu Dughne naar Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, en hij zei, u weet wat voor verbond wij hadden gesloten. Of u houdt zich beperkt tot wat we hebben afgesproken, of u geeft mij mijn bescherming terug. Toen zei Abu Bakr, want zei hij, ik wil niet dat andere Arabische stammen, ja, dat ze horen, dat ik vanwege Abu Bakr problemen heb gekregen met Quraysh. Toen zei Abu Bakr, radiallahu anhu, hij zei, ik geef uw bescherming aan u terug. En ik ben tevreden met bescherming van Allah Ta'ala. Dus hij zei, je hoeft mij niet te beschermen. Allah Ta'ala beschermt mij. En ik volsta. Ik heb niet geen andere bescherming nodig dan de bescherming van Allah Ta'ala. En Uthman ibn Mad'un, radiyallahu anhu, was ook een van die gelovigen die was geëmigreerd naar Abyssinie en die terugkwam. En toen hij terugkwam, ze liet hem Mekka niet binnen. Hij mocht Mekka niet binnen. Hij niet alleen natuurlijk, al die anderen, met moeite.
Al-Walid ibn al-Mughira gaf hem toen bescherming. Al-Walid ibn al-Mughira, een van de vooraanstaande. Hij was, men zegt zelf dat hij de rijkste man van Mekka was. Dat is de vader van Khalid ibn al-Walid. En hij gaf hem bescherming om binnen te komen. En uiteraard, als Al-Walid ibn al-Mughira hem bescherming geeft, en dan zal niemand hem lastig vallen. Zo is het ook gegaan. De volgende hadith maakt het duidelijk. Toen Uthman ibn Mad'un, radiyallahu ta'ala anhu, toen hij zag wat de vrienden, dus de volgelingen van al-Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, meemaakten aan de proeving, en hij was gewoon veilig. Ja, hij ging gewoon, ochtends of avond, wat dan ook. Hij was gewoon veilig. Vanwege natuurlijk bescherming die Al-Walid ibn al-Mughira hem had gegeven. En toen zei hij zei, wallahi, dat betekent is weer bij Allah. Inna gadwi wa rawahi aminan bijiwar rajul min ahli shirk. Zeg je, dus dat ik veilig ben vanwege bescherming van een van de afgoden dienaars en mijn vrienden en degene die dezelfde religie aanhangen als ik, ondervinden wat ze ondervinden aan beproeving en leed vanwege Allah Ta'ala. Hij zei, wat zij meemaken en wat mij niet treft, dat is echt een tekortkoming in mijn nefs. Ja, dus hij zegt dat als iets wat hij mist. In plaats dan dat als leed of als beproeving. Hij zegt dat als iets wat hij mist. Toen ging hij naar Al-Walid ibn al-Mughira. Toen zei hij tegen hem, ja, bij Abd Shams. Want ja, een van... Zo werd het ook genoemd. Abd betekent gewoon Abd Shams, de dienaar van de zoon. De aanbeder van de zoon. En denk sommigen van jullie, de aanbeder van de zoon. Kun je dat voorstellen? De aanbeder van de zoon, kun je dat voorstellen? Bestaat dat nog? Bestaat nog steeds. Anno, wat is dat? 2015 na Christus. Anno, weet ik veel hoeveel na Adam. Bestaan nog steeds mensen die de zon aanbidden. Subhanallah. Ik kreeg laatst van iemand te horen. Over een iemand. Hij zei, ja, het is een zon aanbidder. Een Marokkaan. Hij was moslim. Het is een zon aanbidder. Wat? Zon een Marokkaan die een zon aanbidt, nooit van gehoord. Ja, blijkt toch een groep te zijn in Marokko die gewoon zon aanbidden. En verbaas je niet, beste broeders. Laatst kwam een broeder naar mij. Hij zei tegen mij, ja, hoe moet moeder omgaan met een kind die bij haar woont, maar die een boeddhist is. Boeddha is gewoon. Boeddha aanbidder. En die beelden van Boeddha in dat huis heeft. Een Marokkaan. Sallallahu alaihi wa sallam. Yahfadana wa iyakum. Ja, Abu Abd al-Shams, zei het hem. Hij zei, ik geef uw bescherming aan u terug. En toen zei Al-Walid ibn al-Mughira, hij zei, waarom? Je hebt een achi. Ja, waarom? Dat is gewoon Adam, noemen ze Ibn Achi. Dat was natuurlijk niet zijn zoon van zijn broer, maar zo vanwege fatsoen, je hebt een achi. Waarom? Hij zei, misschien heeft iemand van mijn stam jou lastig gevallen.
Hij wil hem aanpakken. Toen zei hij nee. Hij zei maar, ik ben tevreden met de bescherming van Allah Ta'ala. En ik wil geen één andere bescherming van niemand. Toen ging hij naar de moskee. Toen zei hij van, toen zei Walid ibn Mughira, oké, dan gaan we naar de moskee. Want ik heb mijn bescherming aan u in het openbaar gegeven. En dan moet het ook in het openbaar gebeuren. En dat hebben ze ook gedaan. En toen zei Walid, dat is Uthman. Hij kwam om mijn bescherming en mij terug te geven. Toen zei Uthman, hij heeft gelijk. Hij zei, hij heeft gewoon, ja, wat hij beloofd heeft, dus Walid ibn Mughira, dat heeft hij gewoon gedaan, nagekomen. Maar ik wil geen andere bescherming dan bescherming van Allah Ta'ala. En daarom heb ik zijn bescherming en hem teruggegeven. Daarna vertrok Uthman ibn Mad'un radiyallahu ta'ala aan. En toen ging hij bij een soort bijeenkomst zitten. En dat was een man. Hij was toen met hen aan het praten en verzen enzovoort. Hij was verzen aan het produceren. Labid ibn Rabi'a heet die man. Toen zei Labid, ala kullu shay'in ma khala Allah batilun. Ala kullu shay'in ma khala Allah batilun. Dus alles is vals. Behalve Allah Ta'ala. Toen zei Uthman, sadaqt, ze heeft gelijk. Natuurlijk, alle godsdiensten zijn vals. Behalve de religie van Allah Ta'ala. En ik weet dat veel mensen, christenen, joden, boeddhisten of godendienaars, dat ze dat niet graag horen. Maar goed, de waarheid moet gezegd worden. En degene die deze waarheid wil aanvaarden, graag, welkom, dat is wat we willen. Zonder dwang. Zonder dwang. La ikraha fi din. قال لبيد تنسى لبيد وكل نعيم لا محالة زائلو تنسى هاي أن على خنوط أي أم زال أم ختويفلت أبهودة بستان تنسى عثمان كذبت هاي زي كذبت بتيكنت هير توي دينجا that is fout of you have gelogen. Allebei kan dat betekenen. Hij zei, kadabt. Na'imul jannati la yazul. Want na'im van het paradijs houdt niet op. Is blijvend. En toen zei Labid ibn Rabi'a. Hij zei, ja maar Quraysh. Hoe kan het zijn? Ja, dat iemand dus in jullie bijeenkomsten lastig wordt gevallen. Nou, en dat je hebt altijd van die dwazen. Je hebt altijd van die dwazen die natuurlijk het willen opnemen. Voor zo iemand. Nou, die stond op en toen zei hij. Nou, dat is een dwaas. Over Uthman ibn Mad'un. Hij noemde hem een dwaas. Hij zei, dat is een dwaas van een aantal andere dwazen met hem. Dus die is sahaba. Dat waren volgens hem dwazen. En dat, trouwens, dat sahaba dwazen werden genoemd, dat is niet alleen door afgodendienaars, maar later ook door huigelaars. En tegenwoordig ook natuurlijk. Tegenwoordig nog erger. Allah Ta'ala zegt, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ سُفَهَا. Wie zijn dat sufaha'ir? Volgens hen? Sahaba. Maar wat zegt Allah Ta'ala? Ala innahum humus sufaha. Walakin la ya'lamu. Dus deze man die stond op. Ze zeiden van ja, dat is een van die dwazen. Met andere, nog andere dwazen. En die ons religie hebben verlaten.
zegt van, nou ja, let niet op zijn woorden. Maar Uthman radiyallahu ta'ala aan, hij leed het niet bij. Hij zei daar iets van. En die man stond daar, Uthman, en hij sloeg hem keihard. Sloeg hem keihard, radiyallahu aan. Hij raakte ook zijn oog, totdat hij gewoon ja, groen werd, om het zo maar te zeggen. En Walid ibn al-Mughira was dichtbij. En hij zag wat er toen met Uthman was gebeurd. Toen zei hij zei, Ama wallah, dat betekent, ik zweer bij Allah, Yemna Achi. Hij zei, als je mijn bescherming niet had teruggegeven, dan was dat niet gebeurd met jouw oog. Je oog. En toen zei Uthman radiyallahu ta'ala, hij zei, bel wallahi, zei, ik zweer maar, ik zweer bij Allah. Hij zei, mijn oog die niet geraakt is, die gezond is, die heeft zoiets ook nodig. Zodat hij ook hetzelfde meemaakt, omwille van Allah ta'ala, wat die, ja, haar zus of haar broer mee heeft gemaakt. En zegt hij, ik sta onder bescherming van degene die, men huwa a'azzu mink, dat betekent degene die machtiger is dan u, ya Aba Abdi Shams. Toen zei al-Walid, halum ya ibn akhi in shayt fa'ud ila jiwarik. Hij zei, kom, als u wilt, dan krijgt u weer mijn bescherming. En toen zei Uthman radiyallahu ta'ala anhu, nee, dat is niet nodig. Gaan we dat afmaken? Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu zegt, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, asdaqu kalimatin qalaha sha'ir kalimatu labid. Deze man, Labid ibn Rabi'a, asdaqu kalima qalaha sha'ir. Het gaat nu over om de shu'ara, dichters. En asdaqu kalima qala sha'ir, wat Labid ibn Rabi'a gezegd heeft. Namelijk, ala kullu shay'in ma khala Allah batil. Dat is eigenlijk meest wat waar is, wat een dichter ooit gezegd heeft. Betekent ook wel dat niet alle dichtkunst of poëzie is niet goed, is vals. Nee. Dat betekent dat er van de poëzie ook dingen zijn die goed zijn. Nou, en je ziet, je hebt natuurlijk, we hebben wel gezien, het gaat nu om Abu Bakr en Ibn Mad'oon. En we zijn bezig met de biografie van Rasool, sallallahu alayhi wa sallam. Maar natuurlijk, je kan de biografie van Rasool, het leven van Abu Bakr, maakt ook een deel van de biografie van Rasool, sallallahu alayhi wa sallam. Het geeft ons wel, het maakt voor ons duidelijk wat deze mannen, deze mensen mee hebben gemaakt. En als we naar ons, tegenwoordig als we naar ons eigenlijk, onze situatie bekijken, ja dan maken we waarschijnlijk niet eens 10% van wat deze mensen mee hebben gemaakt.